Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van BDSP. Grotere subtitel krijgen jullie niet. Member Guard Gift, is dat hem? Ja. Ja. Mooi. Fantastisch. Hebben jullie niet het gevoel dat het heel raar is? Nee. Aangezien het überhaupt 5 weken geleden is dat we met z'n vieren... Nou ja, oké. 4 weken geleden. Officieel, na die recording bij Jordi hebben we nog shit besproken, maar... Ik vond het best wel raar dit. Ik weet niet meer wat ik ging doen. Ik weet echt helemaal niet meer wat ik ging doen. Nee, dat probleem heb ik ook nu een beetje. Ik heb echt, god, geen idee. Nou, er is een heel slim iets wat je kan doen. Ik moet heel veel trade evo's doen nog. Super. Nou, dat is 1. Dus dat zijn veel trade evo's. Oké. Wat moet jij nog doen, Harm? Qua lijstje? Nou, best wel wat eigenlijk. Even kijken hoor. Ik moet heel de Luxio-lijn nog doen. Ik moet de Golduck nog hebben. Ik moet de Burmina. Ik moet eigenlijk alle Bug-Pokémon moet ik nog hebben. Oh, jippie. Ja, dan ging jij met mij helpen. Ja, daar ging ik jou mee helpen, ja. Jury gaat vandaag alleen maar mensen helpen. Nou, denk ik eerlijk gezegd wel. Maar ik ga even de eerste sessie even zelf even vangen. En daarna hebben mensen ook, waarschijnlijk even een idee wat ze willen doen. En dan ga ik de rest van de aflevering optreden. Ja, ik ga de Grand Underground in, want ik zal wel moeten. Ja, dat heb ik ook, want ik moet even Pokémon trainen en... Dat niet alleen, maar ook gewoon überhaupt level omhoog en shit. Mm-hmm. Ook nog, ja, want er wordt ook nog een feest straks, Cynthia. Zin in? Ja, ik had nog gekeken, maar Nando, er is één ding wat wij dus geen toegang tot hebben, dat zijn die swarm dingen. Dat is pas wanneer we de Elite 4 hebben gedaan. Ja. Ja, dat duurt nog even dus. Maar dat wordt echt een iets wat we gewoon moeten gaan ruilen. Gewoon broeden en ruilen. Ja, precies. Ik word gebeld door iets uit Amsterdam. Ik ga proberen even op te nemen, ja? Ja, is goed. Later. Maar dat ben ik niet, want ik kom niet uit Amsterdam op het moment, dus... Stiekem heb jij gewoon een Amsterdams nummer. Ja, heb ik ook. Het heet... Olé. 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 Ik gebruik het tevens als mijn Spaans nummer, maar... Ah, oké. Okay. Nou, misschien dat mensen zich afvragen waarom wij elkaar 5 weken niet lang niet hebben gesproken. Ik ben de werk, reden. Sociaal leven, nog meer werk, geld verdienen, met bijklussen, dat soort dingen. Nou, dat is niet mijn reden. Nando die Fall Guys heeft zitten spelen. Ja. Zitten no-life. Ja. Ben er weer. Nice. Heb je nu wel klaar, Nando, Fall Guys? Ja, ik heb 2 platinum trofeeën daardoor. Nice. Vallende mannen. En ik heb... Is dat leuk? Ik heb dat spel echt nog nooit gespeeld. Is dat leuk? Oh. Het is leuk. De eerste 2 rondes die je doet en daarna is het heel erg repetitive. Ja. Dus ze hebben heel wat nieuwe dingen toegevoegd hoor. Ja, maar jongens, ik speel Warzone. Ja. Dat is überhaupt repetitive. Ja, dat is waar. Ik denk dat het best wel eens leuk is om misschien een keer 1 video met z'n allen gewoon een paar rondes te doen ofzo. Ja, op zich. Is het spel duur? Weet ik niet. Ja, dat was het eerst wel. Ik weet niet of het nog steeds duur is. Nou, ja. het was natuurlijk wel een hype. Nee, eigenlijk, ze probeerden te liften op de Among Us hype. Qua tijd, qua uitkomst. En Among Us is gelukt, want dat is nog steeds best wel hype. Among Us. Geen idee, maar ja. Among Us. Tu. Nee, het gaat me meer om de meme. Among Us. Ah, Luxio. Want dat was in die groep waar Make Booster echt een grap. We hebben zo'n iemand uit het Midden-Oosten. En die heeft echt zo'n zware stem. En hij klinkt echt net als de fucking meme Amogus. Ik ken die hele meme niet. Ik stuur zo meteen de ding wel door. Het is gewoon een guy die heel met een zware stem Amogus zegt. Oké. Dus heel bijzonder is het ook weer niet, maar ja. Dat was wel grappig op zich. Maar dan wil het graag delen. Ja. En we hebben er met 60 man of zo hebben we dat gedaan. En er is op dit moment nog eentje die race wins moet. Maar dat is omdat die maar echt een uur in op een dag beschikbaar is. Nou ja, en we geven iedereen een beurt van 3 races. En gewoon in die 3-4 weken heeft hij maar een paar races kunnen doen. En dat ligt echt aan hem. Ja. Dus prioriteiten natuurlijk. Dus.
Valt te begrijpen. En we gaan nog proberen hem te helpen. Dus hij moet gewoon een dag en de tijd doorgeven. En dan kijken hoeveel mensen hem kunnen helpen. En kijk, er zijn er nog twee die nog wat andere dingen nodig hebben. Maar die zijn wat makkelijker te fixen op zich. Mm-hmm. Dus dat is niet zo'n probleem. Nee. En was er nog iets? Nee, niet echt. Ik heb wat nieuwe games gekocht. Ja, zou het. Ik heb me deze maand echt heel erg ingehouden. Ik ben trots nou, op mezelf. Nou, geef een nummer. 4. Dat is voor jou toen nog aardig ingehouden, ja. Ik 1. Okay. Ik ook 1. Maar ik heb het alleen nog niet gespeeld. Ik heb volgens mij helemaal nog geen games gekocht deze maand. Huts. Nee, maar jij zit te wachten op Strikers. Dat klopt. Oké, ik maak er 5 van. Oeps. Maar ik had er al voor betaald voor die 5e, dus ja. Nou, welke 5 zijn het? De 5e is in ieder geval Lego Star Wars Skywalker. Ja, dat heb ik, die heb ik dus ook. Vet. Als ik Star Wars had gezien, had ik die ook gekocht. Snapped out, perfect. Goed, volgende. Kingdom Hearts. Daar komt die HD 1.5 remix voor de PlayStation 3. Waarom? Want had je niet al de story so far, of heb je alleen maar mij de story so far gegeven? Ik heb alleen jou de story so far gegeven. Ik heb 1.5 plus 2.5 voor de PlayStation 4, maar ik wilde ook voor de PlayStation 3 hebben. Oké. Daar achteraan komt 2.5. Daarna Dragon Guard 3. Ja, goeie keuze. Die vond ik wel grappig. Alleen het is een import game, dus ik moet dan de Amerikaanse DLC downloaden. Oh. Maar dat valt wel te fixen, denk ik. En de laatste game die ik heb gekocht is Sonic Heroes voor de GameCube. Oh, die game heb ik al wel eens gespeeld. Volgens mij is dat de enige Sonic game die ik heb gespeeld. Het is op zich wel een oké Sonic game. Het is niet de beste, maar... Nee. Het is wel... Zolang je niet voor de final story gaat, is alles goed. Nee, want de final story is best wel makkelijk, hoor. Team Rose en dan gewoon die levels doen waar je die sleutels haalt voor de Chaos Emeralds en dan klaar. Als je dat gewoon met Team Rose doet, is het super makkelijk. Nul moeite, 2 vingers in je neus. Oké. Dus, nee, ik weet dat het gewoon kloten kan zijn, maar ja, met Team Rose is het inderdaad wel wat makkelijker. Mm-hmm. Ja, met die andere teams dan moet je wat meer moeite doen. Dus ja, het is maar wat je zelf wilt. Kijk, dit is allemaal te sterk. Had ik al een... Ursaring? Ja, ik had al 2 Teddy Ursa's. Oké. En vorige week heb ik met Milan nog gezeten. Met een bingo kaart. Ja, een bingo kaart in de hand. En, dat is wel een video die jij als podcast mag gaan luisteren, Jordi. Prima, dan heb ik ook eentje voor jou. Oh god. Milan en ik die mij ook had 64 doen. Ja. Dat was wel weer een feest. Ja, en die komt 2024, toch? Het is het is op mijn kanaal. Op jouw kanaal? Wanneer? Volgende week zondag. Volgende week zondag. Nou, dat is sneller dan. Nou ja, veel editwerk zit er niet echt in. Nee. Milan, upload is ook niet zo moeilijk. Snelle uploader is Milan. Nee, daar ben ik ook. Ik zit alleen traag op een baan. Ja, oké, ja, dat, ja. Ja, inderdaad. Something good may happen. Ja, maar dat heb ik een van Harm's favoriete mons nu. Klali. Ik had er dus straks een van Sander's favoriete mons. Quagsire. Seeking. Ah ja, Seeking. Die is wel ziek, hoor. Daar hebben we ook heel veel grapjes over gemaakt. Oh, jee. Better your party. Hey Harm, jij weet toch wel wat Swiss is?
Ik denk gelijk aan een beddenmerk. Oh. Suicent denk ik aan. Ja, same. Nee, dat, die bedoel ik niet. Wat bedoel je dan? Wat bedoel je? Dat programma voor je GameCube. Oh, ja. Ja, nee, ja. Zeg, als je het zo bent, ja, dan ken ik het wel. Ja, nee, als ik Swiss hoor, denk ik gelijk aan Swiss 6. Mm-hmm. Nee, je kan ook denken aan iemand uit Zwitserland. Swiss. Nee, ja, of niet echt. Ik noem dat eerder Schweiz. Schweiz. Ja, want omdat Zwitserland, als je punt Zwitserland, heb je niet .swi, dat is gewoon .ch. Ah, weer wat nieuws. Vraag me niet, ja joh, ik weet ook niet waarom. Ik ben op een of andere manier heel goed met puntcodes. Dat is wel heel sterk van je, dat je daar Ja, echt heel sterk. Doet ook echt pijn. Maar ik kan dat nu eindelijk op mijn GameCube, want ik heb zo'n memory card SD adapter en ik heb zo'n action replay disc. Action replay, I love it. Dus ik kan ook cheats doen voor GameCube. Dat is leuk bij Pokémon Colosseum. Ja? Ja, ik heb nog niet echt bekeken van wat voor cheats ik kon doen. Want het ging me voornamelijk om dat ik eindelijk 480p op dat ding kan... Ja, dat snap ik. Dat is echt fucked. Anders als je dat niet hebt. 480p. Als je dat nu zegt, kan ik janken. Ik bedoel, ik heb vandaag opgenomen een uitzending op voor me, van waar ik werk opgenomen in 4K. Dus als je dan ineens naar 480p gaat, dan moet je janken bijna. 1 pixel, 2 pixel, 3 pixels. Dan moet je de Dolphin EMU pakken. Als je de Dolphin EMU pakt, dan kan je dat enigszins evenaren, denk ik. Nou, als je flink alles upgrade, ja. Ja, je moet wel goede specs hebben, maar dat blijf je altijd wel houden. Oh ja, ik kan trouwens, want Jordi, volgens mij heb je dat voor deze aflevering nu erin gepopt. Ik heb eigenlijk Carnivine gevonden. Goed dat je het zegt, want ik heb het niet in de vorige aflevering gedaan. Dat is nee, maar dat... Huh? Vergeet het even niet op te schrijven. Hey, is het waard om 3 Magnemites te vangen? Ja, ja hè? Afhankelijk van het level. Ja, 55. Ja, dat is prima. Easy win. Waar is waarom werd er eerst naar mij als trainer gewezen gekeken? Wat was dat ook alweer? Is het die perfect IV's of zo, toch? Ja, perfect IV's, ja. Perfecte IV's in een bepaalde stat. Kijk, Riolu kan ik ook al afvinken, want ik heb al gebroed. Ik moet op zoek gaan naar een Golduck. Perugly kan niet. Ik heb... Geen Chameco. Ik dacht dat ik wel een Chameco had. Even snel de Soothbell erop flikkeren en even een Chingling meenemen. Nee, dat wil ik niet. Ik wilde gewoon een Chameco zelf vangen. Oh, dat is natuurlijk omdat het in Mount Coronet en daar ben ik nog niet. Nee. Ik moet nog ergens een Staravia vangen. Staravia! Alleen, ik dacht waar blijft Milan met... Ja, ik... Ja, je hoort hem niet helemaal, Milan. Dus als je hem nog even één keer wil herhalen. Okay. Staravia! Ja, nu hoorde ik hem wel helemaal. Nou, ik niet helemaal, maar prima. Iets met Avia. Ja, precies. Go Discord. Nou ja, het ding is, hoe Discord werkt... Is echt een scheidprogramma. Als je lange tijd dezelfde toon neerzet, dan gaat het gewoon zien als een... Ja, maar ook dus... soms als je praat, dan praten ben je beweegt het groene balkje niet... Of groene dingen om jezelf heen niet eens. Nee. Dan vraag ik me af en toe echt af, hoort iemand mij nou of niet? Kapot irritant. Yep. Net zoals kapot irritant het is dat ik nu een fucking Luxio al 10 minuten aan het zoeken ben. Met het tweede. Zodat ik gewoon een Luxio-lijn heb gefixt. Mm-hmm. Easy win. Godverdomme, een Bedoel. Bedoel. Ook leuk. Oh ja, Goldberg moet ik ook nog fixen. Kut. Nou, als jij een Goldberg hebt gevonden, geef het even door aan Harm. Wie, ik? Ja, jij bent ook nog aan het zoeken naar een Golduck, toch? Ja, nee, maar... Ik kan beter op Psylocke vangen en gewoon gaan levelen. Kan ook. Ja, is Shinx, ja. Ik ga niet 2 keer levelen. Ik ben gek. Ik ben lijp, jongen. Zo lijp zijn we ook weer niet. Hé, ik ga die leuke truc gebruiken van Milan. Control... Oh, Murkrow! Oh, dat is een mooi ding. Poh. Kijk, ik zou nu trouwens echt een grap teamer maken. Lijpen Murkrow? Ja. Laat maar. Oh. Ja,
je kan de grap echt wel maken. Hoor. Nou, ja, oké, tegen het. Omdat die dat gerechtszaak en dat echt een ding wordt. Ja, moeie. Hij is gewoon een flikker dat hij dat soort dingen heeft gedaan, maar dat weet je. Maar ik, het is een parodie op het nummer. Het is niet het nummer zelf. En de parodie is niet door hem gemaakt. Het nummer zelf is al een verschrikking, dus. Ja, sowieso, maar. In dat opzicht gaat Chris door, Nando. Ja, daarom heb ik een parodie van gemaakt. Cholera. Ik vind mijn parodie veel leuker dan de originele. Waar dan leuk kan ik een Luxio vinden? Godverdomme! In het Luxio-rolletje. Zo. Ja, je weet wel. Links van het Luxray-holletje en rechts van het Shinx-holletje. Spacious Cave. En dan moet je 7 badges... Nee, je hebt al 7 badges, dus dat... je hebt dan de kans dat die... Ik heb al 8 badges, Frit. Ja, iedereen heeft hier al 8 badges, dus het... Het is gewoon nog een kwestie van tijd dat iedereen gewoon de decks vol hebt. Of zover vol heeft, ja. Ik bedoel, ik moet nog... Wat ik allemaal nu nog moet gaan fixen, dat word ik eng van. Volgens mij heb ik de grootste lijst van iedereen. Nee. Ja, misschien wel, maar ik loop achter, dus... In principe lopen wij gewoon gelijk. Iemand op zoek nog naar een Licking Tongue? Nee, ik heb al een Licking Tongue. Ik ben 10 minuten bezig geweest om een Beldum te vangen. Ik heb al een Licky. Een Beldum? Dat is leuk. Een Beldum. Ja, Beldum. Elektrische Pokémon zijn altijd... Steel Pokémon zijn altijd leuk. Staal en ja, maar het is pseudo legendary, dus prettige wedstrijd om die te vangen inderdaad. Je bent catch rate waar je eng van wordt. Dus ik heb het even helemaal teruggebracht naar ze had geen HP en letterlijk 30 ballen tegenaan gegooid. Ja, hashtag herkenbaar. Oh, hé, hey, kijk, een Luxio. Nando, sterf alsjeblieft. De Ik vind hem leuk. Godgloeiende, godgodera. Hé, hey, ik moet hem nog vangen. En dan moet ik hem nog trainen. Even kijken. Quickball. Oké, dan heb ik volgens mij bijna alles klaar met het ijsstuk. Dan moet ik ja, het Luxio, hè? Nice. Ik heb nooit zo iemand blij geworden voor een Luxio. Ja, maar dan kom ik denk dat ik godverdomme eindelijk de bovenste helft van de lijst klaar heb. Yay. Als ik hem gevang en geëvalueerd heb. Mhm. Ja, yes. 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 Luxio mag wel naar de box. Ik word altijd een beetje ongemakkelijk van Licky Tongue. Wie ja. niet? Wie komt niet? Komt het vanwege zijn voeten? Ja. Ja, hij komt naar ja, hele enge voet heeft hij. Go up. Nou, moet ik. Nee, laat maar. Nee, dan ben ik mezelf in de verlegenheid, moet ik niet zeggen. Je mag het zeggen. Nee. Ik geef je toestemming. Ja, nee, laat maar. Ja. Jordi, wil jij nog toestemming geven? Dat was je gang. Jij moet dan zeggen, ja, ik geef toestemming. Ja, ik geef toestemming voor slechte uitspraken. Oh. Welke move moet Apom hebben om te evalueren? Double hit. Cholera. Nee, double hit. 10%. Ja, fuck dat. Oké, ik ga wel eentje in de grant en de ground vangen. En dan evalueren. Het liefst vang ik hem gewoon, maar ja, de kans is zo klein. Ik heb al hit, jezus, meer op mijn hoop dat hij hem heb. Dus Jordi, je hebt toch al een levenslange voorraad evolutiestenen. Ja, ik wou het zeggen, ik hoop dat jij bijna. Ik hoop dat je in ieder geval Duskstone over hebt. Ik zal even voor je kijken, moment. Nou, Duskstones kun je zo krijgen met pick-up van Pachirisu. Ja, maar ik heb geen Pachirisu. Nou, vang ze allemaal, Pokémon. Ja, ik zal even kijken. Ik heb... Pokémon Monster. Ik heb twee Sunstones, maar die heb ik zelf nog nodig. Voor een Sunflora en een... Ja, maar Sunstones zijn het uit de... Ja, precies. De pikhoudbillen. Ik heb 10 Moonstones. Moonstones? Moonstones. Moon. 4 Firestones. 6 Thunderstones. Genoeg water om Afrika te vullen met waterstones. 39. Ja, die ken ik. 39? Ja, ik heb er ook tand hoeveel.
Ik heb genoeg bebossing voor Afrika, 31 leafstones. Goblera. 1 shiny stone, 1 dawnstone en mijn duskstone collectie is... Zil! Ik heb wel een extra old keystone als dat mensen dat willen. Moest Aram en Miran nog geen spiritomb? Ja, die moest volgens mij nog wel een spiritomb, ja. Yep, ja, zeker. Maar ja, kan je kan hem niet breeden. Ja, je kan hem gewoon breeden, ja. Om dat 32 mensen te gaan zoeken, prettige wedstrijd. Nou ja, zeker ik nu heb je het 5 weken niet gedaan hebt. Het is gewoon de game openen en dan heen en weer in de ruimtes lopen. Oh, ik dacht dat je zou zeggen de game haatje, dus vandaar. Nee, dat was ik niet. Nou ja, dat kan, zeggen. Als ze je nooit de juiste NPC geven. Ja, maar dan moet je gewoon blijven proberen, want dat deed ik ook. Gouden galeijers. 5 hard skills. Nou, ik moet toch even gaan graven, want ik moet nog steeds een tweede fossiel opgraben. Welke heb je nodig? Een cranny doos, maar ik vind het vanzelf wel in de muur. Ik ben toch in de muur nog een beetje. Het is een kwestie van een paar keer pikhouden winnen. Opent zo'n drugs... Lab? Opent zo'n drugs jasje. Wat wil je kopen, Harm? Ik heb hier 5 skull fossils. Die zocht je toch? Hij snapt het even. Laten we het niet hebben over fossils, want dat is ook aardig veel bij mij. Dude, ik heb geprobeerd om andere fossielen te vinden, maar ik vind het niet. En toen bedacht ik me, wacht, ik heb de National Dex ook niet. En dan heb ik sowieso meer kans om ze te vinden. Ik heb 4 root, 4 claw, 1 helix, 7 dome, 1 old ember, 13 armor fossils. Man. Ik moet er wel bij zeggen, die Old Ember en die Helix duurde 3 weken. Ja, nou ja. Ik heb dan liever een National Dex en dan zoeken. Ja, ik heb al een National Dex in te zoeken, dus ja. Ja, dat weet ik. Daar was ik van bewust. Ik zat ook te kijken in mijn gamecollectie qua trofeeën. En ik was helemaal vergeten dat ik FIFA 17 had. En toen dacht ik, oh fuck, my life. Nou, Harm, heb jij FIFA 17? Ja, voor de Xbox One. En waarvoor heb jij hem, Nando? PlayStation 4. Is er crossplay? Nee, maar het ding is, de online trofeeën zijn echt heel kut. Zo, daar zitten echt kut challenges bij. Succes om de divisie 1 te komen. Ja, ik... Wacht even, succes om überhaupt iemand in de game te gaan vinden. Nou, er zijn nog mensen die het boosten, dus dat alleen het boosten zelf is gewoon kut, want je moet iets van 15.000 ultimate team coins hebben of zoiets, om dan in zo'n game te komen, hoe heet het ook weer? Foodcraft. Ja, zoiets. Kijk, waar staat het? Drop. Klinkt al heel ingewikkeld. Ja, ik zat maar FIFA. Het boeit echt niks. Ik zat te lezen en ik begreep er de eerste keer dat ik het las echt helemaal niks van. Kijk, 15.000... Ja, maar je moet ook wat met voetbal hebben om dat spel een beetje te kunnen begrijpen. Ja. Trophy, start the game in 2022. Oké, check. Easy win. Oh, 3 van die kibbles. Nee, ik wil Golduck. Ik bedoel, Psyduck. En wat doen we dan, Milan? Met een kibbel? Gibble. Oh, ik zie het al. 15.000 Ultimate Team Coins of 300 FIFA punten om het toernooi te enteren. En je moet dan 4 matches in een online FUT draft session. Dat valt echt wel mee hoor, dat is echt helemaal niet veel. Dat is echt niet veel, nee. Ook die coins, dus 15.000 is heel weinig. Ik kan het zeggen. Volgens mij had ik maar iets van 4.000, maar dat is omdat ik maar 1 zo'n kampioenschap vrouwenvoetbal had gedaan ooit in 2016 of 17. Was dat het toen al, 2017? Nee, volgens mij ook niet. Ik zie hier trofeeën met vrouwenvoetbal. Nou, dat is altijd wel geweest. Play a women's football match. Win the women's international cup tournament. En je weet zeker dat FIFA 17 was? Ja. Ik dacht serieus dat pas in 18 werd toegevoegd vrouwenvoetbal. Ja, ik dacht later nog zelfs.
Nou, ik vond het wel leuk om met Lieke Martens te spelen. Out of context. Ja, ik wil graag Nando out of context voor 100. Ja, was heel leuk met Lieke Martens. Ik had wel goed gescoord. Alleen ik ben niet zo goed in FIFA. Maakt niet uit, ben ik ook niet. Ik ook niet. Shit, dude. Ik ga gewoon een van mijn vrienden vragen die goed in die game is om het voor mij te doen. Maar dan verklaar ik je echt vergek. Dan verklaar ik je echt, echt vergek. Boeien. Maar wat is het dat je dat wil? Dat je alles compleet hebt? Dat voelt gewoon fijn en dan haal ik alles uit de game wat ik kan halen. Het is zo'n... Ja, maar als je het iemand anders laat doen, dan maakt het dan toch ook niet meer uit? Ik wou het zeggen. Nou... Je had echt de woorden uit mijn mond. Nou, bij dat boeit het me niet. Bij FIFA, dat boeit het me maar echt niet. Maar dan ga je net zo goed gewoon niet goed de game wegdoen en dan gewoon uit je library Nee, maar dat is een fucking spermavlek op mijn... Ja, je kan het toch wel uit je library verwijderen? Nee, want het blijft gewoon in je bibliotheek staan. En zeg maar, de lijst met je trofeeën, dat blijft gewoon staan. Dan heb je OCD. Nou, het zou zomaar eens kunnen. Ik heb niet overal OCD in, maar... Nou, bij sommige dingen wel. Bij dit soort dingen kan ik best dat wel moet, als je dat wil completen. Hey, iemand toevallig die een Everstone wil, want ik heb dat echt tig. Nee. Nope. Nou ja, als je met iemand wil trollen, ga gerust je gang. Oh Milan, je wil graag toch een Gengar? Hier, Hunter. Nee. Leuk. Leuk, Frank. Oh, ik kan gewoon... ik hoefde niet eens naar dat waterding voor een Psyduck. Water. Nee. Fuck. De fuck maakt iemand nou even geluid? In water. Dat is Milan. Oh, PP Max. Nice. Nee, dat is Milan Bob. Ja, dat is van SpongeBob. SpongeBob. Volgens mij heb ik aardig wat memes gewinst de afgelopen paar weken. In memes. Want ik hoorde dat Milan een project met jou is begonnen, Jordi. Nee, we hebben alleen één video opgenomen. Alleen die Mario Kart. Duurt die toevallig 50 minuten? Nee. Nou, iets langer. Serieus? Doe maar keer 3. Jongens, oh mijn god. Laat maar raden. N64 Bowser's Castle. Dat was degene die het langst duurde, toch? Ja. Niet? Was dat die? Ja, maar als je er vijfde wordt, dan ga je opnieuw beginnen. Ja. Wat een kut game is dat, zeg. Ja, ik heb er een keer een speedrun van gedaan. En, ik weet niet hoeveel stuk van de wereld staat, niet zo, volgens mij 400 nog wat, maar dat maakt maar er is geen reet uit. Het vliegt niet bijna goed met de controle. Iedereen, dat het was zo'n community race, om te leren starten met speedrunnen. Vet. Dat was toen echt net SGU of HDQ, ik weet niet meer, één van de twee. En ik zat te kijken, want ik was iets van 30ste klaar of zo. En iedereen die nog bezig was, zat vast bij N64 of Bowser's Castle. Dus vandaar dat ik vraag, N64 Bowser's Castle. Wat een gezeik, zeg. Mm-hmm. Leuk, hè? Ja, leuke game. Ik zeg alleen maar, I know your fucking pain. Je kan beter Link to the Past speedrunnen. Komt daar weer. Ja, maar dat heb ik van jou geleerd, Harm. Ja, er zijn gewoon goede speedruns om te leren, hoor. Is lekker makkelijk. Veel beter dan dat moeilijke zooi. Oké, de Psyduck is binnen. Saiyai. Waar is die Luxio? Saiyai. Stomme pop. Saiyai! Even kijken. Mozie! Momogertje! Mogertje! Die verplaatsen. Dan moeten we op zoek gaan naar Duskull. Oké, die hebben we al. Go up. Die hebben we al. Die hebben we al. Duskull is wel heel goud. Zo, een extra beldum. Dat is mijn komende 10 minuten weer. Nog één. Ik,
Ik heb ook Legends Arceus al een tijdje niet meer aangeraakt. Eerlijk. Oh, je bent nog steeds niet voorbij Area 3? Nee, maar ik was op zoek naar shiny Murkrow, maar ik krijg echt alles behalve die Murkrow shiny. Ja. Ik heb gewoon een vijfde fucking Starly shiny en een, volgens mij is dat mijn derde shiny Dustox. Hey, Duskzone, goud. Nice. En wat had ik nog meer? Een hoe heet die poes ook alweer van Gen 4? Fuck. Glammeow. Ja, Glammeow shiny. Ik zeg, maat, die wil ik gewoon niet hebben. Waarom? Als een guy tegenwoordig poes zegt, dan nog, dat triggert bij mij echt. Gaat mijn hersenen los. Hij denkt gelijk aan zeg de andere gewoon kat. Poes. Zeg alsjeblieft gewoon kat. Nee, want je hebt een kater en een poes. Miauw. Miauw. Godverdomme. En dat lijkt me een heel goed moment. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oh my god.